Voor werkelijk bijna bomvolle tribunes hier in Almere gaat straks de wedstrijd om 3 uur beginnen tegen Almere City en Roeland ter Berghe. Almere City, als je dat zegt, dan zeg je ook gewoon de onderste plaats. Maar dat wil gewoon helemaal niks zeggen, hè? Nee, dat zegt die 18 die zegt ook niks volgens mij, hè? Tegen VVOG. Precies, dat is een heel sterk antwoord. Toen moet er kennelijk in het begin iets gebeurd zijn waar jullie natuurlijk voor beducht moeten zijn. Hè? Ze zullen denk ik heel erg hoog en heel snel druk zetten. Klopt dat? Nou, ik verwacht eigenlijk meer dat zij heel iets gaan inzakken. En dan rond de middenlijn wel actief druk gaan zetten. Maar goed, dat kan ook elke week weer verschillen. Hè? Dus we maken natuurlijk ook een analyse op basis van ons spel van Rijnvogels. Nou ja, en die hebben daar waarschijnlijk ook gezien dat die veel ruimte lieten aan ons. En dat we er dan doorheen voetballen. Dus dan kan het best zijn dat hun een ander plan hebben. Maar goed, daar moeten wij gewoon een antwoord op hebben. En voor de rest is het gewoon lastig inschatten. Ik zie dat zij 3 wijzigingen weer hebben ten aanzien van hun laatste wedstrijd. Dus ik vind het heel lastig om in te schatten. Ja, lastig om in te schatten, maar nou is het wel zo dat de analyses tot nog toe, daar kun je alleen maar redelijk tevreden over zijn. Want daar hebben jullie wel heel veel aan en daar kun je wel een passend antwoord op geven. Dat is bij diverse wedstrijden duidelijk gebleken, met name de laatste 2. Oh, zeker, zeker. We krijgen gewoon goede analyses van Freek aangeleverd. En daarbij kijken we vaak natuurlijk nog even wat beelden ter bevestiging en dan zie je dingen nog even in een ander perspectief. Dus we verzamelen ook vanuit de staf verzamelen ook gewoon heel veel informatie over de tegenstander. En dat maakt het tot een plan. Maar goed, soms is het plan wat lastiger om te bedenken. In dit geval ook, omdat er vaak wat wisselingen zijn. Soms is het ook niet echt nodig. Dan weet je een beetje van, nou, dit en dat kun je verwachten. En vooral zoveel mogelijk doen waar je goed in bent. Dus een eigen spel spelen. En dat verwacht ik zelf vandaag ook een beetje. Dus we moeten goede wedstrijd spelen. Even voor de DVS-TV-kijkers, voor de supporters. Hoe gaat het met de blessures van Heiko, Heiri, Pinazzi, Moussa? Moussa heb ik begrepen dat het nog niet heel goed gaat. In die zin van, volgens mij dat hij af en toe een kleine terugslag heeft. Maar goed, dan moet ik inhoudelijk dingen gaan zeggen. Dat kan ik niet, maar... Heiko en Heiri heb ik begrepen dat de kans aanwezig is dat ze maandag gewoon weer aansluiten. En dat zou betekenen dat ze eventueel beschikbaar zijn voor de volgende wedstrijd tegen Huizen? Ja, meestal is het wel zo als de medische staf die jongens laat aansluiten. Dan zijn ze gewoon trainingsfit. En dan zijn ze na een week trainen ook gewoon weer wedstrijdfit. De eerste 6 punten van een mooie serie van 5 wedstrijden winst, die zijn binnen. Nu nog 9 punten erbij en dan sta je in de toppen. Ja, en lekker Atemos wel, ja, met dat rekenen. Maar goed, dat heb ik vanmorgen ook even gezegd hoor, in de wedstrijdbespreking. Dus ja, je moet er gewoon een aansluiting krijgen nou, dat is van belang. Maar nogmaals, ik denk dat we gewoon vandaag gewoon een hele aardige tegenstander hebben hoor. Die denk ik gewoon veel te laag staat. Maar goed, dus nogmaals, ik weet niet helemaal wat we kunnen verwachten. Wij zullen het zeker niet onderschatten, en dat mag duidelijk zijn. Want we hebben ze echt wel gewezen op dat dit gewoon een goede tegenstander kan zijn. En dat kun je wel zien bij VVOG. Dus het is gewoon weer ons niveau halen. Hard werken weer en goed voetbal spelen. En dan moeten we aansluiting vinden. We wensen je namens alle supporters heel veel succes vanmiddag. Dankjewel. Het begin van de wedstrijd Jong Almere City tegen DVS 33. Het fluitsignaal van de heer Winkel. Hopen dat er natuurlijk heel veel... ballen in de winkelhaak komen van DVS 33. Want dan weten we zeker dat DVS gewonnen heeft. Hopen dat de scheidsrechter daar medewerking aan verleent. De heer Winkel. En de aanvoerder Tom Noordhof paast even terug naar de keeper. Maar die is daar een beetje te nonchalant. En daar prachtig gezien door... wat gaat er gebeuren? Oh, bijna Shabazz die daar de 1-0 aantekent. Maar de keeper kan dat voorkomen. Keeper Sylvester van der Water. En zo komt DVS 33 hier niet aan de leiding. Maar dat was wel een mogelijkheid voor Shabazz. Nu een snelle uitbraak van Almere City. En natuurlijk gaat Ibrahim recht op het doel af en schiet, maar dan ook maar net naast. Roland de Vries mee opgekomen. Gaat naar binnen. Prima combinatie.
Prachtig! Oh, dit is de tweede 100% kans. En hij grijpt naar zijn blonde kuif, Joran Pot. Lanser. Die nog wel eens... een eigen doelpunt van Basile Camara. Dit is werkelijk zeer ongelukkig. Paul Epping, ik kan me niet voorstellen dat die niet gezegd zou hebben. Los Basile, want hij had hem, hij zat erbij. En Basile Camara helpt Jong Almere City in het zadel. Door hier zeer beheerst de 1-0 aan te tekenen in het voordeel van Jong Almere City. Ronald de Vries. Paas naar Maurice de Ruiter. Nu alleen voor de keeper. En hij scoort! Ja, wat een balbeheersing ook weer. Fenomenaal van Maurice de Ruiter. Prima zoals hij die bal daar onder controle brengt. Heel beheerst. Even wacht. Kijk naar de keeper. En hij schuift hem in de benedenhoek. Maurice de Ruiter. Kijkt. Gaat de combinatie aan met Velda. Prachtig. Oh, wat ziet dat er mooi uit. En weer een mislukt schot eigenlijk van Sabas. Weer had hij voor de lange hoek moeten kiezen in mijn optiek. Maar nu weer Frank Heus. Trek naar binnen. Zet de bal daarvoor. Oh, Maurice de Ruiter wilde een pan klaarleggen voor Denis Sabas. Denis Sabas, heel goed gereageerd. Nu Denis Sabas. Oh, hij zet de bal voor. Hij had hem ook gewoon keihard op doel kunnen knallen. Kamps is in ieder geval in het veld gekomen van Almere City. En daar een werkelijk, een werkelijk fantastisch doelpunt. Ook weer zo'n prachtige aanname en in één keer op de plof genomen. Ruimte weer aan de linkerkant. Naar binnen gedraaid, goed. Paas helemaal naar de andere kant. Van de Water. Roland de Vries bij hem in de buurt. Gaat combinatie aan. Van de Water. En nog een keer Van de Water en hij schiet de bal in het doel. Niet voldoende geblokt deze bal. En DVS 33 staat achter met 2-1. Allemaal net iets te kort. Daar kan al Jong Almere City steeds weer een voetje tussen krijgen. Nu prachtige combinatie. Roland de Vries. Joran Pot. Velda. Maurice de Ruiter. Sabas. Joran van Zanten. Koen Vloedgraven. Jammer. Joran die toch een beetje een ongelukkige wedstrijd speelt. En niet helemaal lekker in zijn vel zit. En nu ook Almere City die er helemaal alleen uit kan. En wat een enorme kans. Echt een 100% kans. Helemaal uitgespeeld. En nu moet Basile Camara behoorlijk aan de kuierlat trekken. En daar een gevaarlijke situatie voor Jong Almere. En de bal die belandt op de paal. Daar heeft DVS 33 echt ontzettend veel geluk. Want dit had eigenlijk de 3-1 moeten betekenen. En denk ik wel zo'n beetje de beslissing in deze wedstrijd. Nu, Maurice de Ruiter. Wat gaat hij doen? Oh, die keeper die heeft hem toch heel goed bekeken. Maar nu misschien. Wie weet. Nee. Oh, dit is een dikke 100% kans weer voor Benjamin Roumillon in dit geval. Frank Heus had hem ook kunnen maken, maar ja, de scheidsrechter gaat nu naar de keeper. Dus misschien dat daar ook een kleine overtreding is geweest, maar ik denk het haast niet. Ik kijk naar de scheidsrechter, naar zijn lichaam, staal. Zou die gaan fluiten voor die allerlaatste keer hier. DVS 33 nog steeds dus op die 2-1 achterstand. En nogmaals helemaal aan zichzelf te wijten. Heel jammer dat de ploeg dit niet heeft kunnen opbrengen met elkaar. MUZIEK